Dag Stefan, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Hallo. Hey. Je hebt nog iemand meegebracht, Stefan. Ja, ik heb Karel bij, dat is eigenlijk onze jongste collega. Ja. Ja, dokter Karel is een pop, hè. Mm-hmm. Een pop in de vorm van een dokter eigenlijk, met een stethoscoop. En die stethoscoop die is ge-3D-print en daar binnenin zit een klein cameraatje. Ja. En eigenlijk hebben we hem uitgevonden omdat, ja, het is een kinderkliniek. En heel veel kinderen zijn vaak een beetje onder de indruk van onze cameraploegen. Wij komen binnen samen met dat medisch personeel, met die dokters, met die verplegers. En kindjes durven dan al eens in hun schulp te kruipen. Ja. En het gaat natuurlijk over hen, dus wij willen zo goed mogelijk in beeld brengen hoe dat die kinderen dat beleven. Dit is dokter Karel en ik blijf bij haar. Kijk eens wie dat ik bij heb voor jou. Dat is dokter Karel. Zal ik hem daar zetten? Hij zit nu naast jou, Dorothee. Heb je eigenlijk... Door dat er een, allee, ja, natuurlijk door dat er een camera in zit, maar ja, het valt maar niet op, hè? Als ik hem er even bij neem, ja. Ja, je let totaal niet op die camera, die zit zo in het stethoscoopje. Maar zie hoe sympathiek dokter Karel eruit ziet. Hij ziet er onwaarschijnlijk. Ik zou er zelf al mijn geheimen aan toe vertellen. Oei, maar dat wil dokter Karel misschien, nee, denk ik. Er is een liedje voor Karel, welk liedje kende je? Van een zeegekje, zeegekje, alsjeblieft. Mooi, hè? Heel erg cool. Dankjewel dat je me even wilde escorteren naar onze studio, Stefan. En heel veel succes met het programma waar we vanavond naar gaan kijken.